Hallo allemaal, ik ben Maaike Hettinga. Ik ben pastoraal werkster. Ik werk in de parochie Johannes de 23e. Dat is Houtenwijk Beduurstede, die omgeving. Sweet Bertus, dat is Culemborg-Tiel, die omgeving. Met onze mooie geloofsgemeenschappen gaan we dit jaar op weg naar kerst. En ik wil jullie daar iets over vertellen. Mijn missie met kerst is altijd, hoe breng ik het verhaal van kerst zo dicht mogelijk bij de mensen? Wat ik daarbij altijd een inspirerend voorbeeld vind, is de heilige Franciscus, die in het dorpje Greccio in zijn tijd een eigen eerste levende kerststal organiseerde. Kijk, op die manier geef je mensen het gevoel, het verhaal van kerst is wel lang geleden, maar is nu nog actueel, gaat nu nog over mijn leven. Dat wil ik ook. Dat is wat ik wil doen met kerst. Hoe doe ik dat? Nou, ten eerste willen we mensen helpen, gezinnen in onze parochie, om zich voor te bereiden op kerst. Dus we nemen een adventjournaal op met een aantal vrijwilligers. En wat we ook doen is inloopvieringen organiseren. Zodat mensen door het verhaal van kerst heen kunnen lopen. Alle verschillende figuren kunnen ontmoeten. Op die manier kunnen we ook ons jongerenkoor, dat dit jaar natuurlijk niet mag zingen, wel ruimte geven om mee te delen in de kerstvreugd. Het kinderkoortje mag wel zingen, dus die is het engelenkoor. Via een tocht door de kerk eindig je in de tuin bij de kerststal. En daar mogen de kinderen zichzelf, een tekening van zichzelf ophangen, om zo te laten zien van kijk, ik was ook bij dat verhaal van kerst. Ik was in Bethlehem, ik heb het meegemaakt en nu is het echt kerst. Ik wil jullie even laten zien waar het allemaal gaat gebeuren en hoe het er een beetje uit gaat zien. Ik sta nu bij de kerk in Houten en dit is zeg maar de plek waar het gaat gebeuren. Hier gaan we de kerstinloopviering houden, waarbij ouders en kinderen door het verhaal van kerstmis heen kunnen lopen met acteurs van het kinderkoor, van het jongerenkoor. En dan komen ze uiteindelijk buiten uit en buiten daar hebben we een mooie serre. En in die serre staat een van onze kerststallen uitgebeeld en dat ga ik jullie even laten zien. Kijk, dan lopen we deze kant op, de tuin van de pastorie in. En dan is hier de serre aan de kamer van de pastoor vast. En dan hebben we hier de kerststal. Dus het idee is om de mensen dan hier naartoe te leiden. En dan willen we hier naast de kerststal, het stalletje, willen we dan prikborden hangen. Waar kinderen de poppetjes van zichzelf, hebben ze eigenlijk zichzelf geknutseld, dat ze die hierbij kunnen ophangen. Om zo te laten zien van wij zijn er ook bij geweest. We zijn naar Bethlehem geweest, we hebben het kindje gezien. En we hebben ook iets meegemaakt van dat bijzondere verhaal. Van licht in het donker, kindje geboren in een donkere nacht. Nou ja, we hopen dat het weer iets minder druilerig is dan vandaag. Maar we hopen vooral ook om de gezinnen en kinderen iets mee te geven van, en mee te beleven van het verhaal van kerstmis. Leuk dat je even hebt meegekeken bij ons in Houten en hebt gezien hoe wij het verhaal van kerst dicht bij mensen proberen te brengen. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat doet. Hoe jij zelf het gevoel krijgt dat het verhaal van kerst ook over jou gaat. Ik ben benieuwd. Ik wens jullie een hele goede voorbereiding op kerst en alvast een heel zalig kerstmis. Dag!